al rond geweest? Jazeker, jazeker. En? Het begon te knallen daar. En ik hoop dat het straks weer meer gaat knallen daar. Ja, we gaan zo meteen naar het Reuzenrad en dan gaan we touw trekken met z'n tweeën. En touw trekken. Nou, dan gaan we jullie daar zeker mee te zien en ik zou zeggen proost, heren. Jenny, jij ook. Heemskerk in de house, ja, Trouwstraat. Eerste deuntje, smaakie? Hij smaakt zeker, heerlijk. Ja, na 3 jaar eindelijk weer. Wat maak je hier? Er is een auto over mijn voet heen gereden. Niet dus, hij is verbrijzeld. Dus je hebt wel één geluk, je hoeft niet lopen naar huis. Dat scheelt weer, dat scheelt weer. Ik blijf wel staan. Maar je komt er wel een beetje tussendoor. Zo? Jawel, jawel, jawel. Ik vermijd een beetje de drukte. Ja, u zit eventjes lekker. Ja, ik heb even de drukte even niet opgezocht. Ik bedoel, ik ben vanmorgen even binnen geweest, want er was toch wel een doelgroep vanuit Sint Agnes, onder andere van de Viva Zorggroep. En ik bedoel, ik heb heel veel respect voor het personeel en natuurlijk uiteraard de vrijwilligers als voorzitter van de cliëntenraad Sint Agnes. En ik bedoel, ik heb iedereen weer zitten genieten. En ik heb natuurlijk weer een hoop mensen ontmoet. En ik bedoel, ik vind het toch gewoon top dat de Jans Heren daar gewoon ook ruimte voor geeft. Want ik bedoel, in het dorp kan je met die mensen niet lopen. Ze moeten lekker kunnen zitten, af en toe even een dansje maken met iemand. En ik bedoel, is toch gewoon top. De Jans Heren, natuurlijk een plek die ieder jaar weer centraal staat. Hoe vinden we het? Heerlijk, lekker genieten. Ieder jaar hetzelfde, zalig. Heel erg leuk om elkaar weer allemaal te zien. Heel erg leuk. Ja, wat heel hartstikke gezellig. Leuk. Ja, ik ging mee met mijn broer. Dat is uw broer? Gezellig? Ja, zeker. U komt hier elk jaar? Ja, als het er is wel. Ja, zeker. En het is dan gelukkig weer? Heerlijk, ja, nou, dat kan je wel zien. Iedereen geniet. Ja. Ja, mooi. U bent hier ook al vaker geweest? Ieder jaar, hè? Ja. Oh, het is echt allemaal jullie broer. Allemaal broeren, zussen. Allemaal fans. Allemaal familie. Ja, heel gezellig. Ja, ja, helemaal leuk weer. Zijn terug in het mag weer, hè? Het mag weer. Heb je nog plannen voor de komende dagen? Nou, vandaag natuurlijk. En dan morgen de harddraverij. En dan vrijdag zien we nog wel. Smaakteam? Zeker. Ja? Ja hoor. Niet de eerste? Nee, zeker niet. Hier al. Je was hier al vroeg? Nee, we waren hier staan drinken bij hem thuis. Ontbijten, hè? Lekker ontbijten. Lekker hoor. Jij weet het, een goede ondergrond. Geregeld, hè? Ja? Moet ik weer eieren voor ze bakken, lui flikken? Regelt weer niks. Heel traditioneel natuurlijk. Heb je plannen voor deze 3 dagen? Ja, flink veel drinken. Dat is wel gezelligheid, hè, Quint? We hebben Quint meegenomen, die is hier nog nooit geweest. Nee, joh, de eerste keer. Waar kom jij vandaan? Aan Muiden. Hebben we toch ook wel feesten, hè? Ja, maar niet zoals in Heemskerk. Ik kijk er ook weer uit. Je hebt er zin in? Zeker weten! Meemaken erbij zijn! Lekker weer in de 2 jaar, hè? Ja, lekker! Zonnetje erbij, heerlijk! En je bent met een vast groepje? Ja, met mijn vrienden allemaal. En we hopen het land vol te houden. Dat hoop ik ook voor jou. Ja, nou, ik denk het niet. Hij smaakt? Ja, hij smaakt zeker, hij smaakt altijd, hè? Echt wel. Vandaag Café Dam? Ja. Overgenomen? Ja, klopt. Wat vind je ervan? Ja, leuk toch? Leuk voor de nieuwe eigenaar. Ook leuk voor de oude eigenaar. Dames, zin in? Zeker, nice. Altijd. Met superleuk. Ja. Hoe laat waren jullie hier? We waren om 10 uur begonnen we. Ja. En tot het gaatje. Nog andere plannen voor de komende dagen? Zuipen.
heerlijk. Ik was de eerste, dus rustig aan. Nee. Oh, dan ben je echt de eerste, nee hè? Nee. Nee, hè? Zeker niet. En we moeten nog tot een uurtje of twee s'nachts volgens mij. Dus rustig aan met het bier. Ja. Wel zin in, hè? Zeker. 2 jaar lang gemist, dus eindelijk weer even knallen. Dus, ja.